We gaan dus nu het interview doen. En dat doen we natuurlijk geheel in de stijl. Ja. Ja, in de Rinsemakamer bij ons fantastische museum in stijl. In Drachten, in stijl. Ja, in Drachten. Ja. In Drachten. Nou, en waarvoor doe ik dit? Nou, kijk, ik ben gevraagd, meneer de wethouder, mevrouw de wethouder, om voor het onderzoeksbureau VAROS. Zeg ik dat goed, mevrouw? Zeker. Oké, voor het onderzoeksbureau VAROS mee te werken aan het onderzoek. En om dan zeg maar een leuk inleidend filmpje te maken op de filmpjes, de interviews, met de mensen uit onze gemeente die zeg maar gebruik maken van de faciliteiten van onze gemeente. Nou, wat een kans. En nu gaan wij dus kijken of het ook allemaal goed werkt en loopt. Nu heb ik de eerste vraag, mevrouw Maljakrant. Heeft u zelf ooit in een situatie gezeten waarbij u gebruik moest maken van de faciliteiten omdat u dat zelf op dat moment niet voor handen had? En van welke faciliteiten heb je het? Nou, bijvoorbeeld de bijstand. Ja. 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 Dat wist ik. Oh. Ik heb een onderzoek gedaan, want eigenlijk, mevrouw Krant, bent u wel een beetje een voorbeeld van mij. Oh, is het zo? Ja, u geeft mij hoop. Nou, geweldig, joh. Ja. Want ik heb ook gezien, ja, oh nee, dan ga ik over de vraag heen, hè? Dat is niet zo netjes. Wanneer was dat? Toen ik net in Drachten kwam wonen, toen werden wij een stage-echtpaar bij een kerk. Maar er stond geen financiële ondersteuning tegenover, dus toen moest ik van de bijstand gebruik maken. En ging het toen ook in stappen dat u daar weer uit ging, of was het ook eerst best wel even wennen? Ik denk dat ik daar misschien 2 maanden gebruik van heb gemaakt, misschien 3, maar niet langer. Want ik vond het zelf heel onprettig en ik wilde er eigenlijk zelf zo snel mogelijk uit. En heeft u het idee dat zeg maar de mogelijkheden die nu staan, die mensen worden aangedragen qua bijstandsgerechtigden of LIA-uitkeringen, dat die wegen soepel verlopen op dit moment? Nou, ik weet wel dat we in de gemeente er alles aan doen om het soepel te laten lopen. En dat is in ieder geval wat wij als college heel graag willen. Dat mensen zich vrij voelen om van de hulp die er is, om daar gebruik van te maken. Nou, om uiteindelijk weer sterk te worden, want dan ben jij denk ik het voorbeeld. Om te laten zien van, hé, maar, en daarna maak ik er het van. Ja, zo. Ja, precies. Nee, ik ben het wel met u eens. Er zijn zeker goede wegen die mensen kunnen bewandelen. Maar, andere manieren, wethouder. Denkt u dat deze wegen ook allemaal heel duidelijk voor de mensen zichtbaar zijn? Dat ze weten waar ze moeten zijn? Ik kan me voorstellen dat dat niet automatisch zichtbaar is, want niet alle vragen kun je inkloppen op een website van de gemeente en dan krijg je automatisch het antwoord. Zeg maar, van hier heb ik behoefte aan, dus dan moet ik daar zijn. Zo simpel is het niet. Maar daarvoor hebben we ook mensen in dienst die je daarbij bij helpen. Om je vraag scherp te krijgen van waar heb je behoefte aan, waar liggen je mogelijkheden, waar liggen je kansen, wat heb je nog nodig. En dan samen met onze mensen wordt er gekeken wat dan daar de beste mogelijkheden voor zijn. Het is inderdaad niet een loket waar je van, ik heb hier behoefte aan, geef maar. Nee, dan gaan we samen in gesprek. Nee, maar zo simpel is het. Was het maar zo simpel. We gaan gewoon met je in gesprek. Nou, wat liggen je kansen, wat liggen je behoeftes, wat heb je nodig? En dan gaan wij kijken wat er in het aanbod daar het beste op aansluit. En dan helpen we je daarmee. En nu heb ik even een vraag. Die wegen die dan bewandeld worden in het aanbod, is dat een samenwerking met bedrijven uit Smallenland die daar een ondersteuning in kunnen geven? Of is dat nog een stuk wat ook binnen de gemeente ligt? Binnen het gemeentehuis een stukje maatschappelijke erkenning van de uitdaging en wat er zou moeten gebeuren? Een stukje maatschappelijke erkenning van de uitdaging, dat is een hele mooie zin. Dat heb ik zelf bedacht. Dat heb ik zelf bedacht, maar jij hebt ook een hele mooie zin, maar daar kom ik zo mee. Alle twee is waar. Het begint bij onze eigen mensen. Samen gaan we kijken waar je behoeftes liggen en wat je nodig hebt. Maar dan komt het moment dat wij ook daarvoor specialisten nodig hebben. Dus maken we gebruik van organisaties. Bijvoorbeeld Kabaar. Bijvoorbeeld Kabaar. Dus jij zou kunnen een soort integratietraject. Ja, absoluut. En is daar ook een hele korte communicatie mee qua degene dan die dan bij de gemeente, zeg maar, de ontwikkeling van het idee met de persoon in kwestie, zeg maar, bezig is om dat
zeg maar, te realiseren. En dan heb je het over de communicatie tussen degene die hulp nodig heeft en de gemeente? Ja, nee, bijvoorbeeld ik heb Hagens mensen, ja, zeg maar, die dat begeleiden, ja, en dan en de contactpersoon bij de gemeente. Ja, daar is, ik weet niet of er dagelijks contact mee over is, maar daar is intensief contact. Intensief contact. Zou het zo kunnen zijn dat de lijntjes soms nog iets te lang zijn? Denkt u dat? Dat het een mogelijkheid is? Denk jij dat? Weet ik niet. Is daar een interview over? Ah, dat heb ik nog. Nou, dan heb ik nog een hele, hele mooie. Marja, mm-hmm, want jij bent niet alleen wethouder, hè? Nee, dat klopt. Jij bent ook coach. Ja, dat klopt. En toen dacht ik, meneer de wethouder die nu over de werkgelegenheid gaat, ik heb wel een leuk idee. Nou kijk, ik ben niet zo goed in plannen. Dat kunnen we ontwikkelen. Dus, maar deze mevrouw wel. U geeft coaching. Ja, ook. Dat bedoel ik, dat deed ik wel, maar daar heb ik wel heel weinig tijd voor. Ja, maar u hebt nog steeds bedrijf, toch? Ja, dat klopt. Mensen die dat ook voor u doen. Dat is zo. Nou, ja, het voelt hem natuurlijk al aankomen, hè? Als we dan toch met korte lijntjes willen gaan werken. Is het niet een idee om vlechtje een beetje bij u in de coaching te krijgen? Nou, nee, maar kijk, dat bedoel ik wat te zeggen. Als de cliënt nou ook zelf kan aangeven, goh, ik denk dat ik daar baat bij heb. En als het dan toch een bedrijf binnen de gemeente is, mm-hmm, is het dan ook mogelijk als cliënt zelf aangeeft wat hij zou willen. En dat ik dan bijvoorbeeld als vlechtje gewoon bij u, zeg maar, een coach volg. Nou, ik denk sowieso dat we daar wel over bezig zijn om te kijken hoe kunnen we mensen gewoon binnen de eigen gemeente helpen, ondersteunen, dus dat kan ook met coaching zijn. Maar ik vind het niet kies als wethouder om daar te veel tijd en energie in te steken in mijn bedrijf. Dus ik zou het liever niet bij metanoia willen hebben eigenlijk. Je wil mij niet op mij hebben. Ik wil jou wel, maar als wethouder doe ik geen activiteiten. Nee, dat mag ook niet, hè? Dat krijg je gedoe. Ja, dat moeten we ook niet hebben, want wij moeten natuurlijk wel een zuivere gemeente zijn. Nou, zo bedoel ik het. Ja. Maar mevrouw Krant, ik wil u nog wel even bij. Ja, zuivere gemeente, toch? Goed, we moeten zuiver blijven handelen in de gemeente. Ik zei gisteren tegen meneer Havenkort, ik wil graag zuiver zaken doen. Ja. Ja, toch? Ja. Geven en ontvangen in evenwicht. Winst voor beide. We moeten elkaar helpen. Dat vind ik een hele mooie aanvulling, toch? Mm-hmm. Daar staat een regisseuse, dus ja, die neem ik even mee. Dat vind ik een hele mooie aanvulling op, zeg maar, het onderzoek. We moeten het samen. Samen doen. Ik wil even ook nog complimenten maken, hè. Ja, Mieske die zat natuurlijk eerder op je plek. Ja. Maar ik wil wel even zeggen, ik word wel goed geholpen, hoor. Ja, fijn. Kijk, maar dat deed Mieske toch ook wel? Ja, nee, ik word hartstikke goed geholpen door Mieske en door mijn contactpersoon, mevrouw Groeneveld. Ik heb een heel kort lijntje met mevrouw Groeneveld. Ja, maar weet je wat het wel eens is? Soms zijn mensen een beetje onzeker geworden. En ze heten niet allemaal Brechtje. Nee, dat kan ik van alles weer voorstellen. Dus, en de interviews die komen, denk ik, nou, er zijn nog wel suggesties om daar eens nog eens naar te kijken. En wat denk je dat er nog nodig is dan? Nou, wat ik net zeg, misschien nog kortere lijntjes. Misschien een stukje eigen inbreng. Zie, ik kom ook gezellig, zeg maar, bij u. En ik zeg, nou, ik wil graag ook freelance aan de slag. Ja. En dan ga ik kijken naar de mogelijkheden. Ga ik eens zelf nadenken. Wat kan ik doen? Wat heb ik nodig? Kijk, en soms zijn mensen niet zo geschikt bijvoorbeeld voor een training bij de KVK. Nee. Die dan wordt aangeboden. En dat is heel fijn. En dat is heel lief. Maar ik denk, we kunnen ons misschien kosten besparen. Als we dus dan de wensen van de cliënt een beetje tegemoet komen. Ja, nou, proberen we ook te voorzien, want de KVK, daar doen we geen zaken meer. Nee, meer? Nee, dat doen we zelf tegenwoordig. We hebben ieder jaar, bieden we startende ondernemers een hele training aan van bijna een half jaar. Om ze te helpen in het pad op weg naar een ondernemerschap. Ja, en dat doen we bij ons in. Nou, kijk. Zullen wij hier dan zaken doen? Nou, we hebben al gedaan, volgens mij. Nou, top. Nou, wil ik nog steeds één ding zeggen, daar kom ik niet aan toe. Maar ja. Ja. Lammetjes in de wei, bloempjes in bloei, wanneer zet jij de eerste stappen in ontwikkeling en groei? Wanneer heb je die bedacht? Joh, ik sla je me dood, maar dat is al 4, 5, 6 jaar geleden, hoor. Nee, die stond er gisteren op, hij loopt gewoon door. Ja, hij loopt door. Op uw site. Ja, dat klopt. Nou, maar dit is de tijd voor de lammetjes. Nou, daarom dacht ik pak hem er even bij. Nou, hartstikke mooi. Zie, en ik heb ook even die test gedaan, hè, op metanonia.
Het is misschien wel handig voor u dan. Kan u dat gelijk even zien? Waar zijn de gegeven scores? De resultaten. Ik zie ze hier staan. Oh, ik mis een stukje score. Ja, maar ja. Kijk, efficiëntie, daar zit ik wel aardig goed. Ordelijkheid kan echt nog wel wat daar gebeuren. Oh, overwerkt. Je zit hoog op overwerkt. Ja, maar dat ligt meer aan de persoonlijke omstandigheden. Je maakt je te druk. Daar heb ik een psycholoog voor. Dat is ook natuurlijk belangrijk. Kijk, want je kan wel een zaak willen beginnen. Dat heb ik goed beeld, hè. Je kan wel een zaak willen beginnen, maar ja, als je dan hier een beetje in de war bent, ja, dan wordt dat niks, hè. Dus ik dacht van, als er nou een soort maatschappelijke zorg gewoon op het gemeentehuis al is, die dat echt goed efficiënt inschat en dan samen een plan uitstippelen. En het maakt niet uit waar je de hulp nodig hebt, want wij gaan gewoon als Smallingenland met alle sociale bedrijven samenwerken, toch? Allemaal is heel veel. Heel veel. Maar we proberen wel altijd maatwerk te leggen. We proberen altijd met jouw respect te gaan en met onze andere klanten om scherp te krijgen wat je nodig hebt. En als jij een stuk ondersteuning en begeleiding nodig hebt in het plannen en wat rustiger worden en het overzicht te krijgen, hoe je daarmee kunt helpen. En als dat een voorwaarde is om jou verder te krijgen in je eigen plannen, dan moeten we kijken hoe we dat kunnen oplossen. Nou, kijk, onze wethouder. Die Niske dan nu, zeg maar, blijft u ook op de plek? Ja, weet je, er is niks grilliger dan politiek, maar de rest van deze collegeperiode blijf ik op deze plek. Maar bij maart volgend jaar hebben we weer verkiezingen. Ja, dan kan ik kiezen zit. Dan zullen we maar zien hoe het er dan uitziet. Gewoon een beetje positief. Ja, ik vind het erg leuk, dus ik zal daar doorgaan. Maar ik ga er niet alleen over. Nou, zullen we mooi afsluiten? Nou, hoe wil je dat? Hebben we voldoende? Hebben we voldoende, mevrouw de regisseuse? Wil je dat doen? Nou, u geeft nog een hele mooie tip voor alle mensen die graag vooruit willen om hun passie te beleven qua werk, om hun talenten te ontwikkelen, want u kent dat heel goed. Nou, allereerst, je bent kostbaar. Ieder mens heeft talenten, die heb jij ook. Zorg dat je erachter komt wat die talenten zijn en ga ermee aan de slag. Het kan en het kan en het kan zoals we hier zitten. We doen wat we fijn vinden, wat we mooi vinden om te doen. En daar worden we goed in. Nou, ik vind het een hele mooie afsluiting. Heeft u daar ook nog iets op toe te voegen? Geloof in je eigen kracht en je eigen talenten. Ieder mens heeft talenten. Ik geloof daarin. Kom hier. Ik geloof erin. En ik voel mij ook ondersteund door onze gemeente Smallingenland. En ik wil even Marja heel erg bedanken voor dit interview. En u ook, meneer Haverkort. U kunt trouwens zo mooi lachen dat u dat nog even doet. Ja, het is toch wel een mooie man. Nou ja, Drachten heeft toch mooie mensen. Ik ga hem nu afsluiten, want we hebben al een interview van 13 minuten bijna. Nou, laat 13 dan nu geluksgetal zijn. Ik zeg vanuit de Rietveldkamer. Ja. Tot ziens. Tot ziens. En bedankt voor het interview. En we zien elkaar terug op de presentatie. Hè? En mooi. Tot dan. En op internet. Helemaal mooi. Waar je krijgt je vlechtje YouTube in ontwikkeling. Tot ziens!